Er waren veel Cambuur-supporters meegereisd, want de spelersgroep stelde een bus beschikbaar. En de overige bussen werden betaald door sponsoren. Veel Cambuur-fans dus in Veendam. Maar die zien wel dat hun ploeg het van begin af aan moeilijk heeft. Veendam met balbezit. Seintje, goed opgekomen buitenom. De redding en dan de inzet van Hamming. Al na 5 minuten spelen is het 1-0 voor de thuisploeg. Hamming met zijn 5e. En dus Cambuur alweer op achterstand. Het zit de ploeg niet mee. En Veendam van Joop Gal begint goed. De 8e minuut. De corner van Karim. Die is laag en die gaat er ineens in. En dan is het toch weer 1-1. Een mooie corner van de Zweed. Niemand raakt die bal aan. En verdwijnt ineens in het doel bij Veendam. Dan hebben de supporters dus weer reden tot juichen in deze vooral financieel moeilijke tijden voor Cambuur. Sinds deze week heeft de club een nieuw interimbestuur dat financieel orde op zaken moet stellen. Veendam, bal voor, Schaken, prachtig ingebracht. 2-1 voor Veendam. Hij scoort dus tegen zijn oude club. Ruben Schaken, uit een moeilijke positie tikt hij de bal prachtig binnen. En na 20 minuten Veendam dus weer op een voorsprong. De thuisploeg is sowieso sterker. Cambuur heeft het heel erg moeilijk. De lange bal op Drent. Martin Drent, hij kopt net naast. Maar het was weer een goede aanval van Veendam. Dat speelt zonder Christef, De Vries en Wiekens. Ze zijn allemaal geblesseerd. En Veendam heeft dus wat omzettingen moeten doen. Maar het verovert hier wel weer de bal met Schaken. En dus kan Veendam het weer gaan proberen. De bal op Drent. Goed teruggekopt. Slecht weggewerkt in de verdediging bij Cambuur. En Kolder schiet dan net naast. Hij krijgt de kans van de Cambuur-verdedigers om zomaar in te schieten. 13e minuut van de tweede helft. Weer Veendam, nu met Hamming. Krijgt hij de bal nog voor? Jazeker, op het hoofd van Drent. En Drent met de 3-1. Het wordt een afstraffing voor Cambuur. Ook Martin Drent pakt weer een doelpuntje mee. De ploeg van Roy Wesseling Cambuur komt er nauwelijks aan te pas. Schaken. Hij speelt een goede wedstrijd. Geeft mee aan Seintje. De bal voor, binnenkant paal. 4-1. Rikslor. Zijn eerste voor Veendam. Hij was lang geblesseerd. Vorige week viel hij al in. En nu scoort hij dus ook voor zijn ploeg. Bal op Schaken. Die heeft weer wat ruimte. Buitenom. Goede beweging van Schaken. Nu terugleggen misschien. Daar is Hamming. Die heeft de 5-1 op zijn schoen. Maar schiet over. Dit soort kansen mist hij niet zo vaak, Ronald Hamming. Maar nu dus wel. Cambuur, het komt er nog een keertje uit met Karim. Het is een wanhoopschot, het gaat in het zijnet. Cambuur verliest en Veendam blijft het dus goed doen in de derde periode.